En maar, schat, word je wakker? Je moet naar de les. Of ik bedoel, het kinderdagverblijf. Ach, mam, ik heb er geen zin in. Ik heb er echt geen zin in. Nou ja, Emma, je moet gewoon vroeg opstaan. Ik bedoel, we moeten zo weg. Ach man, ik heb geen zin om naar het kinderdagverblijf te gaan vandaag. Ik wil liever iets anders doen. Oh mam, mam, ik ben bijna te laat. Kun je alsjeblieft alles klaarmaken? Ja, is goed, Hanna, zal ik doen. Je moet echt eerder opstaan. Oh mam, ik neem eens een paar broodjes mee naar school. Dan kan ik eindelijk wat lekkers eten als ik er ben. Wat zijn jullie allemaal aan het doen, jongens? Emma, Emma, ik heb ontbijt gemaakt. Eet het snel op, dan kun je naar het dagverblijf. Zo. Laat ik even Hanna helpen met haar spulletjes. Oh man, ik ga dit allemaal meenemen. Wat ben jij nou aan het doen, Emma? Ga je dat ook allemaal meenemen? Laat wel wat voor mij achter. Ja, dat zal ik zeker doen. Maak je maar geen zorgen. Man, ik vind het echt super lekker allemaal. Hey, weet je wat je vandaag kan doen, Emma? Als je niet naar het kinderdagverblijf wil, kan je ook met Hanna mee naar school. Vind je dat niet superleuk? Oh, wauw. Laat ik even kijken. Wat moet ik allemaal meenemen? Oh, even kijken. Pas ik misschien in Hanna's tas? Even kijken wat ik allemaal moet meenemen. En ik heb nog een toets vandaag ook. Ach, ik pas er niet in natuurlijk. Hoe ga ik met haar mee naar school? Wat is dit nou? Mijn tas is een beetje zwaar. Hanna, schiet op, ga naar school. Ja, mam, ik ga al. Oké, nou, ik ben er bijna. Oh, gelukkig. Oh man, ik ben zo geïrriteerd. Ik moet ook nog naar school. En ik hoop dat Emma meegaat met Hanna en haar dag verpest. Hanna, heb je Emma gezien? Is ze al weggegaan naar het kinderdagverblijf? Ik heb Emma gezien. Ze is al weggegaan, mam. Ik heb haar net gebracht. Oh, dat was snel. Oké, nou, is goed. Dankjewel, Union. Oké, ik ga naar school. Ik ben al te laat. Oh man, ik vraag me af of alles oké is. Oh man, heb jij Hanna gezien? Ja, nog niet gezien. We hebben echt dat proefwerk, dat Engels proefwerk. Ja, precies. En het is vlak voor de zomervakantie. Dit zijn de laatste paar dagen. Oh, Becky. Hey. Hey, Becky. Hey, Pia. Hey, Hanna. Wat fijn dat je er bent. Heb je goed geleerd? Nou ja, beter. Maar ik heb zo'n zin in zomervakantie dat ik niet eens heel geconcentreerd kon zijn. Nou, ik weet zeker dat we het hartstikke goed gaan doen. Toch? Ja, inderdaad, we moeten deze laatste toets wel echt goed maken. Het is vlak voor de zomervakantie ook. Hallo, jonge dames. Veel plezier met de zomervakantie en veel succes. Ja, dank u wel, mevrouw. Oh man, ik hoop echt dat ze het halen. De laatste paar dagen voor de zomervakantie. Ik hoop dat ze nog concentratie hebben. Oh man, ik weet niet of deze toets me gaat lukken. Oh wauw, ik heb natuurlijk een privé-instructeur, dus ik heb supergoed geleerd voor deze toets. Ik ga het sowieso goed halen. En je hebt een privé-instructeur, ik heb helemaal niks en ik kan niet goed leren. Jeetje, ik haat leren, ik ga gewoon een onvoldoende halen. Ja, maar Ronja, jij houdt sowieso een onvoldoende, of je nou leert of niet. Jongens, jongens, wees alsjeblieft stil, we gaan zo beginnen met onze toets. Oh man, ik kan niet geloven dat we zo die toets moeten maken, voor de zomervakantie nog wel. Ja, inderdaad, ik ook niet. Het is best wel vervelend. Jongens, we gaan beginnen met de toets. Kunnen jullie alsjeblieft allemaal stil zijn? Ach man, waarom moeten we allemaal nou stil zijn ook? Jezus. Ja, mevrouw, ik vind het best wel stom dat u zo'n toets heeft voor de vakantie. Ja, inderdaad, ik vind het ook stom, maar ik weet niet of ze er iets aan gaan veranderen. Jongens, wees nou allemaal stil en geen tegenspraak alsjeblieft. Jullie gaan zo beginnen met jullie toets. Ja, nou ja, ik heb geen idee. Het is wel hartstikke stom. Oh, nou ja, in ieder geval konden jullie leren en jullie gaan gewoon een voldoende halen, joh. Ja, nou ja, ik sowieso. Ik heb een privé-instructeur, dus ik kan er niet veroorloven geen voldoende te halen.
Ja, nou ja, in ieder geval ga ik nu de toets erbij halen en dan kunnen we beginnen. Waarom is mijn tas zo zwaar? Is hij nu iets lichter? Wat is dit nou? Is er iets mis, Hanna? Nee, ik heb gewoon het gevoel dat mijn tas iets zwaarder is dan die normaal is. Ik weet niet waarom. Het voelt echt heel raar. Oh, nou, hey, Hanna, ik ben er. Emma, wat doe jij nou hier? Je mag niet bij mij op school komen. Je moet naar het kinderdagverblijf. Mam denkt dat je daar bent. Ja, nou ja, sorry hoor. Maar ik moest gewoon mee. Weet je, ik moest van Julian mee. Natuurlijk zit Julian hierachter. Emma, je moet weg. Ik heb zo een toets. Nou ja, ik moet je toch. Kan je toch helpen? Hallo, heeft u de papieren voor de toets klaar liggen? Ja, die heb ik hier. Ik geef ze zo aan u, oké? En de antwoorden staan ook gelijk hier. Dan kunt u ze zo gelijk nakijken. Nou, oké. Even kijken hoe de leerling het gaat doen tijdens een toets. Ja, inderdaad. Ik hoop dat ze het goed doen. Het een toets vlak voor de vakantie. Dat is wel stom. Oké, jongens. Ik ga jullie helpen met de antwoorden. Zal ik dat doen? Ik ga voor jullie afkijken. Nee, dat moet je juist niet doen, Emma. Waarom zou je voor ons gaan afkijken? We kunnen het heus zelf. Ja, ik vind dat ook. Ik bedoel, dat zou niet eerlijk zijn voor mij met een privé-instructeur. Ja, ik kan gewoon helpen hoor. Die kan ik bij jou kijken en dan de antwoorden doorgeven dan. Oké, jongens, hier zijn de toetsen. Oh man, oké, ik moet even kijken of ik deze antwoorden ken hoor. Let's even kijken, wat kan ik nog meer doen? Oké, jongens, allemaal stil en nu beginnen we met de toets. Laat ik even verder dit boek lezen. Man, wat moet ik nou doen? Oké, ik heb alle antwoorden opgeschreven. Oh wauw, ze heeft alle antwoorden. Emma, kijk even wat zij er heeft opgeschreven. Jongens, hoor ik jullie nou praten? Ach, Emma, je moet de antwoorden niet doorgeven. Waarom zou je dat doen? Nou ja, ik ga gewoon kijken bij iedereen hoor. En ik geef het door aan Hanna, want ik wil dat ze een goed cijfer haalt. Oh, wacht, even kijken. Wat is beter? Zo, ik geef de antwoorden door aan iedereen. Dan kunnen we het allemaal goed doen. Ja, wat hoor ik daar nou? Zitten jullie nou rond te lopen? Oké, we zijn klaar met de toets. Ach man, Emma, ik kan niet geloven dat ze dat heb gedaan. Nou, sorry hoor. Ik wou gewoon dat iedereen een goed cijfer zou halen. Even kijken. Iedereen heeft bijna allemaal dezelfde antwoorden. Oh man, Emma, ik hoop maar dat we het goed hebben. En Tessa, ik hoop het ook maar voor jou. Ja, ik hoop het ook, want anders hebben we echt een groot probleem. Ja, nou ja, ik vind het echt heel aardig dat je dat deed hoor, Emma. We hebben allemaal niet goed kunnen leren. Jongens, hoor ik jullie daar nou praten? Wat is allemaal aan de hand? Nee hoor, mevrouw, u verbeeldt het zich maar.